Mijn beste vrienden, Paramaribo, komt u met een biggie barra. Straight from the heart en puur natuur. Hoe dit voor rustig. Met mijn next jari et gue. Blijf denken en blijf lachen. Want dat houdt ons ook gezond. Ik voel sma per jari. We versterden. Grand versterden. En ik voel sma. Abi wan sari. We sari na gaden. If then abi shama di dona bidi we hopu de kan opo waka baka isisi. En zo is het 6 dagen na de ondertekening van het Final Investment Decision contract tussen Total, APA en Staatsolie. Iedereen lacht. Sommigen willen al een zwembad vullen met champagne en gaan zwemmen. Beste vrienden, er komt veel geld in de komende jaren. Maar het woord geld brengt altijd ook gigantische problemen. Lieve vrienden, als je het geld niet goed gebruikt, wordt het een wrede, het wordt een kunu, het wordt een vloek voor je. Men zegt, je kan het is zoveel, je kan het niet eens opmaken. En wij zeggen, begin het goed te gebruiken. Want als je het goed gebruikt, dan vermenigvuldigt het zichzelf. En dat kan in plaats van geld lenen, zoals we altijd gedaan hebben, kunnen wij aan mensen geld lenen. Ik bedoel, aan landen geld lenen om bij te dragen in hun ontwikkeling. Maar dat kan alleen wanneer wij dat geld gebruiken om een stevige, een stabiele hoeveelheid vast te houden voor de kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen. Beste vrienden, het houdt niet op. Zoveel is het. De enige vraag die gesteld wordt, kunnen wij daarmee omgaan? En ik heb al vaker gewaarschuwd voor het feit dat als je niet met een kleine portemonnee kan omgaan, jij niet moet denken dat je met een grote portemonnee zou kunnen omgaan. Het is niet waar. Het klopt niet. Dus er zijn gevaren die op de achtergrond loeren. Ja, we worden verweten door velen, en dat is ook terecht, dat we geen plannen hebben gemaakt om het geld te besteden. Omdat we niet eens geloofden dat het geld er zou komen. Het is er nog niet, maar het is onderweg. Het kan niet meer kapot, tenzij, hè, je weet maar nooit. Maar zoals het er nu uitziet, amoni e koma, pe in Suriname. Maar die debris komen ook, de vervoerman komen ook. Dus wat ik altijd aan u voor heb gehouden, dat is met het komen van het vele geld. Is dat niet weg? Want dat versje, ze dieven, ze stelen, ze liegen, ze bedriegen. Ze lichten je op bij het leven. Dat speelt nog steeds en dat gaat wanneer het geld groter wordt, gaat die dieverij en dat bedrog gaat nog veel groter worden. Daarom is het belangrijk dat wij wetten maken die pertinent nageleefd moeten worden. En die een prudent beleid voorzien en dwingen om dat beleid te volgen. Zo heb ik bijvoorbeeld gehoord van Armand Tjeiberzing, die het had over een stabilisatiefonds, wat niet zomaar mag worden opengebroken, zodat elke
dief zijn handen erin kan stoppen en zijn broekzak en borstzak en de zakken van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn familie vullen. Nee, je zal 2/3 meerderheid nodig hebben om je handen erin te stoppen. Dat stabiliteitsfonds, dat is iets wat moet gaan zorgen voor de kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen van de kinderen. Die kamoni, nomangba, met 600.000 mensen kan je het niet opmaken. Wat je wel kan doen, je kan voor Suriname een fantastische staat maken. Geweldig. Die door middel van het geld wat binnenkomt, nog meer aan productie gaan doen vanuit Suriname zelf. Het gevaar bestaat dat we nog meer gaan consumeren, natuurlijk, en nog meer gaan importeren. Dat is dat ding en dat ding is fout. Eigenlijk zouden we eerst moeten leren om te produceren voordat we gaan importeren. Beste vrienden, het gevaar bestaat dat terwijl die olie in ontwikkeling is, er is nog geen druppel naar boven, maar terwijl het in ontwikkeling is om het naar boven te krijgen, zodat het verwerkt kan worden, zodat je dit kan verkopen, het gevaar bestaat dat onze Surinamers, wij gaan staan kijken hoe buitenlanders het werk doen. En wat wij krijgen is een druppeltje. Het gevaar bestaat dat wij dan al die andere mensen die wel werken gaan verwijten dat zij zich rijk werken. Nee, zij frieten zich rijk, maar wij doen niks. Beste vrienden. Plaats een volwaardige technische school midden in de gevangenis. Verplicht daar alle mensen om die school te bezoeken. Plaats ook nog een ander soort school. In elk geval, de soorten zijn veel. Maar de daden zijn weinig. Want wat wij tot nu toe gedaan hebben, is de mensen gewoon laten bakken in hun eigen vet. Ze blijven daar en ze komen er niet uit. Want wanneer ze eruit komen, hebben ze niks geleerd. En ze vervallen weer in hetzelfde en worden recidivisten. En het gaat alleen maar kapot. Dat moet niet meer gebeuren. Anders kweken we een land met rijken en een land met zware criminelen. Criminaliteit is het resultaat van slecht beleid. Criminaliteit is niet het resultaat van het feit dat een bepaalde soort gedoemd is te stelen en te dieven. Nee, criminaliteit is het feit dat wij slachtoffers creëren. En dit zijn de slachtoffers van die maatschappij. Dat is één ding. Beste vrienden, het andere ding is dat wij ervoor kunnen zorgen dat niemand meer zonder opleiding rondloopt in Suriname. Het moet verplicht zijn. Dus nu wordt het nog aan mensen overgelaten om te doen wat ze willen qua onderwijs. Nee, iedereen die niet behoorlijk educated is, is een last voor de samenleving. Je bent een last. Want als je niet leert, als je niet naar school gaat en je hebt geen beroep, dan is het enige wat je kan doen. Je wordt crimineel, je wordt dief, je wordt tasjesrover. Je gaat leven als een paria van die maatschappij. En dat moet je niet hebben. Zeker niet in een land wat nu praat over een coming boom. Voor heel veel geld.
If you can't manage it, you better don't have it. Because your last passie. Now I hear some of your last passie. And that make it. Daarom moeten we die mensen die al die tijd geroofd hebben uit die kleine portemonnee van Suriname buiten de boot houden. Rovers zullen in Suriname zich verder ontwikkelen, maar ze mogen geen kans hebben om te doen wat al die tijd gedaan is. Prudent beleid is niet alleen op basis van geld. Prudent beleid is op basis van dat hele ding, die hele regering, alles en iedereen die daar zit, moet kunnen. Want als je niet kan, dan ga je alleen maar blaren. En dan je vervoer. En hoe nou niet vervoer, man? Je verstaat dat met takkie toch? En Martin die zie, 6 oktober. Wat mooi zo de matin. Gramorgo. Geweldig mooie ochtend. De wind waait, maar het is koel. Airco's hoeven niet aan. Kolibries vliegen rond. De konijnbloempje bloeit. De bougainvillea staat helemaal rood. Alles bloeit, want gisteravond heeft het geregend en behoorlijk geregend. Na al die tijd. Verschrikkelijk heet en droog te zijn. Je ziet hoe die planten genieten. En zo dadelijk zullen ook wij kunnen genieten wanneer die politiek ervoor zorgt dat datgene wat binnenkomt niet verdwijnt in de zakken van Boefie, niet verdwijnt in de zakken van Trekti, niet verdwijnt in de zakken van recidivisten en notoire boeven die we hebben voortgebracht in al die regeringen tot nu toe, maar wordt gebruikt om een gigantische reserve te maken voor Suriname. En om Suriname echt nu tot ontwikkeling te brengen. Je hebt geen idee. Mensen hebben geen idee. Ze zitten te denken van hoe dan, wat gaan we doen? Je weet het niet. Maar je moet gaan nadenken. En dat is nou het gevaar van onwetenden die zich in de politiek hebben geworsteld en daar zogenaamd jajama spelen en geweldig spelen. Niks, de no sabi. Macht in de politiek is een gevaar. Want er zijn mensen die denken dat ze de grote mond en een biggie kovu, dat ze dat ding kunnen doen. Nee, het gaat niet om de kracht van die kovu. Het gaat om de capaciteit die je kan ontwikkelen door die kovu te maken met elkaar. Het denken gaat ons vrijmaken. Het doen wordt aangestuurd door die tonton. Die cabeza moet een cabezon worden. Beste vrienden, er is veel te zeggen. En het grootste gevaar op dit ogenblik is dat wij niet voortvarend aan de slag gaan met het maken van plannen. En dat bij het werken aan die ontwikkeling die zichtbaar geld in het laadje gaat brengen, veel geld, wij
Suriname buiten die boot kan vallen bij het verrichten van die arbeid. Want we zullen op hoeken van straten blijven staan. We zullen blijven elkaar afmaken. We zullen blijven die gevangenissen vullen. De gevaren zijn daar. Beste vrienden, aan de leiders zeggen we: er is een keuze tussen drevisie, zoutvisie, poorvisie, lalavisie of tingivisie kan ook. Maar je kan ook kiezen voor een echte visie. Dat want trak juna visionair. Je ziet ofara wie kan go. En daar gaat het om. Om niks anders. Hoe ver kunnen wij komen? En ik zeg u heel ver. Daarom is die verkiezingen die eraan komt verschrikkelijk belangrijk. We gaan het straks daarover hebben. Paramaribo groet u. Defi rustig. En Denka Toriara. Nojugu jugu. Tanvi. Gramorgu.